Goedendag. Vandaag nam de bewolking alweer snel toe. We zien het ook op het beeld hier achter me. Hoge bewolking die toenam, met toch wel wat aparte structuren in de wolking. Dat heeft alles te maken met wat Sahara-stof, dat op dit moment ook overtrekt. Maar het is vandaag echt wel vriendelijk weer. En omdat het de laatste tijd ook best wel zacht en warm is geweest, en ook vaak met wat buien, dus ook groeizaam, zien we dat ook terug in de natuur. Want dit was vorig jaar beeld, eind maart. Nog kale bomen. Maar inmiddels is dit het beeld, in Utrecht tenminste. De bomen zijn inmiddels al groen aan het worden. Dat is echt wel een heel ander beeld dan vorig jaar. Het zegt echt wel wat over dat vrij zachte weer waar we de laatste tijd mee te maken hebben. En voorlopig blijft dat ook zo, want ten westen van ons liggen ja, nog altijd lage drukgebieden, die voorbij trekken, die ook af en toe voor wat regen of wat ja, minder mooi weer zorgen. Maar ook voor een stroming uit het zuiden. Dat zien we hier ook mooi terug als ik de boel in beweging zet. De stroming blijft zuid- tot zuidwestelijk en die aanvoer van zachte lucht blijft dus ook garant. Wel is het zo dat er morgen een ja, zwakke storing over vooral het oosten van het land trekt. En ook donderdag krijgen we in de loop van de dag te maken met ja, toch wel weer wat storingsrestanten. Het stelt allemaal niet zo gek veel voor, maar het zorgt er toch voor dat het niet altijd even vrij is hoor. Met dat weerbeeld. Dan gaan we eerst nog terug naar vanmiddag. Vanmiddag zien we een afwisseling van wat wolkenvelden en zon. De wolking wordt in de loop van de dag wel wat dikker. En ja, de zon kan het dus af en toe wat moeilijk krijgen. En daarbij wordt het 12 graden in het noordwesten tot 15 of 16 graden in het oosten of zuidoosten van het land. Echt wel weer wat hoge temperaturen voor maart. Komende nacht trekt dus die storing over. Het stelt allemaal niet zo gek veel voor. Af en toe een spatje regen. Maar onder dat wolkendek wordt het echt niet veel kouder dan 7 of 8, op enkele plek zelfs 9 graden. Terwijl ja, op dit moment eind maart zou toch een graadje voorst wat normaler staan in de nacht. Morgen is het iets minder zacht door die storing, die dus vooral over het oosten van het land trekt. De temperatuur ligt zo rond de 12 graden, en uit het wolkendek kan in het oosten of noorden af en toe nog een spatje regen vallen. Ga je wat meer naar het westen toe, ja, dan breekt toch vaker de zon door en is het weerbeeld met niet al te veel wind toch best wel vriendelijk. Maar ja, de komende dagen hebben we toch echt wat te maken met wat storingen die af en toe overtrekken. Er zit geen enkele dag in mijn meerdaagse die droog is. Maar en de temperatuur ja, die loopt gemiddeld gezien voorzichtig op. Maar er zit nogal behoorlijk wat spreiding in het paasweekend. En dat zien we ook in de pluim terug. Behoorlijk wat spreiding hier rondom de paasdagen. Ik heb members die naar 20 graden gaan. Maar ook members die naar een graad of 15 tot zelfs wel een graad of 10 gaan. Wat wel zeker is dat na de paas de temperatuur geleidelijk aan weer wat zakt. En daarbij blijft dus elke dag wel wat ja, toch wel wat regen vallen of een bui. Droog weer heb ik voorlopig nog niet in de aanbieding. Ik wens u een fijne dag.